Welkom bij de Ostrich Farm. Mijn naam is David Hugo. Ik werk hier op de Ostrich Farm, eigenlijk als tourguide. We hebben hier dan ook, zoals je kunt zien, verschillen tussen de struisvogels zelf, de Afrikaanse struisvogels en de emus die we hier hebben. We hebben ook rond de 200, laten we zeggen 215, 220 grote struisvogels. En nog per jaar ongeveer zo'n 80 kleintjes die geboren worden. Ze kunnen eigenlijk in de natuur zo'n 60 jaar oud worden. Op de farm hier verwachten we wel dat ze zo'n 80 jaar oud kunnen worden. Omdat we dan niet de vijanden hebben die ze dan in de natuur ook in Zuid-Afrika zouden hebben. We doen een heleboel met deze struisvogels ook. Het begint vanaf kleins af aan met de eieren. De hele proces zodat ze groter worden. We gebruiken ook zeg maar de afval van de struisvogels. Dus het proces nadat we ze geslacht hebben. Hebben we dan de gedeeltes die een beetje naar de aloe vera gaan. Dat zijn de vetten. We hebben de poten die we dan gebruiken, de botten daarvan, waarvan de meneer dan eigenlijk kettings, oorbellen en armbanden hiervan maakt. Dus een beetje sieraden. De ingewanden en zo, die gebruiken we ook. We hebben dan drie nijlkrokodillen hier. Die gooien we dan voor hun om te eten. De veren worden verkocht bijvoorbeeld met mensen voor carnaval, die een beetje hun huis willen decoreren. Hun huid wordt ook gestuurd naar Italië en Nederland. Daar maken ze dan schoenen, tassen en riemen van. De smaak van het vlees is een beetje gewoon als beef. Het is echt rode vlees, niet echt wit vlees net als kip. En dat smaakt heel lekker natuurlijk. Afrika.